Een bijzondere mijlpaal voor ons DBS-team. Deze maand voerden zij de 500ste behandeling in het Hagenziekenhuis uit. DBS staat voor Deep Brain Stimulation. Ook wel diepe hersenstimulatie in het Nederlands. DBS is diepe hersenstimulatie. Dat is een ingreep waarbij we elektrodes plaatsen diep in de hersenen. En die worden met een verlengkabel verbonden aan een batterij, een pacemaker, die stroom afgeeft. En doordat die stroom afgeeft, worden bepaalde delen in de hersenen gestimuleerd. En daardoor verdwijnen verschijnselen bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Dat is het trillen wat mensen hebben, maar ook de stijfheid die bij patiënten aanwezig is. Naast de ziekte van Parkinson zijn er ook andere bewegingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld dystonie. En wat dystonie inhoudt is een soort verkramping waarbij de spieren verkrampen en soms zelfs eigenlijk je hele romp naar één kant verkrampt. Daarbij geldt ook als je stimuleert in de hersenen, je die verschijnselen weg kan nemen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld weer rechtop lopen. Het is dus steeds het onderdrukken van verschijnselen van een ziekte. Diepe hersenstimulatie is bijzonder omdat het een operatie is die maar in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden. Een van die 6 centra is het Haga Ziekenhuis in combinatie met het LUMC, het Academisch Ziekenhuis in Leiden, waarbij we gezamenlijk deze patiënten behandelen. Diepe hersenstimulatie is niet alleen de operatie, de behandeling behelst de operatie waarbij we de elektrodes plaatsen, maar voor de operatie en ook daarna is er een heel groot team wat ervoor zorgt dat de hele behandeling van de patiënt goed gaat. Dat is onder andere zijn dat de neurologen, naast de neurochirurgen, maar ook de psychiaters, psychologen, fysiotherapeuten en ook de Parkinson-verpleegkundigen, waarmee we dus als team de patiënt behandelen. En dat is denk ik altijd iets wat heel belangrijk is. Niet een neurochirurgische operatie, maar het is een multidisciplinaire behandeling waarbij het team de patiënt helpt.